De leerlingen van de basis- en de VOJ-scholen zijn vandaag vol goede moed aan de eerste schooldag begonnen na een paasvakantie van 2,5 week. Onze nieuwsdienst bracht een bezoek aan de Maria Hartmanschool en de OS Senior School. De leerkrachten treffen de nodige voorbereidingen voor het derde kwartaal naar de toets toe. Safira Pawiro Reggio, juf van de zesde klas van OS Senior, hoopt op 100% geslaagden. Vivian Samson van de zesde klas van de Maria Hartmanschool hoopt dat de kinderen die het eerste en tweede kwartaal slecht hebben gewerkt, harder hun best doen om toch de eindstreep te halen. Nou, de kinderen moeten natuurlijk inzetten en ik benader de kinderen om 's middags naar school te komen. Ik geef middaglessen om de kinderen een beetje tegemoet te komen. Om ze te oefenen en helpen met sommen waarmee ze vastzitten of wanneer we een leervak hebben, daarover hoor ik ze. We verwachten meer van de kinderen, meer inzet. Die kinderen die zwak hebben gewerkt, dat ze die onvoldoendes gaan wegwerken. En natuurlijk dat we de ouders erbij betrekken om thuis te helpen. Dat ze zichzelf meer gaan inzetten, bijvoorbeeld geschiedenisvakken waarin ze slecht hebben gewerkt. En dat het goed zal gaan. Voor de leerlingen van de OS Senior is de toets gewoon een laatste repetitie waarbij je heel hoog moet scoren. Op de Maria Hartman School moeten leerlingen die slecht hebben gewerkt bepaalde vakken ophalen. Niet zenuwachtig zijn natuurlijk. Je moet het als een rap zien, dus gewoon weer harder je best doen. Gewoon denken als het een rap is, niet zenuwachtig zijn. Dit is alles. En jij, Aditje? Ook zo. Prima, beter leren, harder werken en ja, we moeten ook we moeten harder onze best doen, meer tieners scoren zodat we ook niet zenuwachtig op het examen kunnen zijn en zodat we 100% geslaagd kunnen zijn. Je vrouw heeft met ons gesproken en dat we onze best harder moeten doen in de derde kwartaal. En ja, ik hoop dat we eraan gaan houden. Ik wel hoor. Ik vind het heel leuk dat het de derde kwartaal is en ik kan niet wachten voor de repetities en vooral voor het examen, want ik vind het heel leuk om te leren. De roegencijfers te krijgen, mijn gedrag te veranderen. Beter mijn best te doen om te luisteren en niet veel praten in de klas. En gewoon hoge cijfers halen en gewoon het cool, smooth afronden. Ik wil goochelen worden en ik wil mijn best doen zodat ik kan slapen hier. Dat ik niet voor LBGO hoef te gaan. Maar dat ik mijn best kan doen, dat ik alles ophaal en dat ik tenminste met een tientje naar de middelschool kan gaan. Wat is eigenlijk mis met LBGO? Er is niets met LBGO, maar ik vind het beter als de meeste kinderen naar MULO school gaan. Waarom zeg je dat? Omdat MULO school een hoger niveau heeft dan LBGO. Enkele leerlingen van de OS Senior en de Maria Hartman School. Met wie wij spraken over de aanvang van het derde kwartaal. Vandaag is de eerste schooldag na een paasvakantie van bijkans 3 weken.